Evacuatie van koninkpaarden en Galloway-runderen te Erlecom. Een nieuw radioprogramma met DJ Niek Veenstra en Ruud en Brok neemt u mee op expeditie in het Zoopark te Overloon. Maar eerst... Op maandag 25 januari gaf burgemeester Slinkman een noodbevel af voor Groesbeek Centrum en het kerkdorp De Horst. Dit naar aanleiding van berichten op social media waarin oproepen waren verschenen om in Groesbeek te komen rellen en naar het Montessori College aan de spoorlaan te komen om vandaar het centrum van Groesbeek in te gaan. De politie was zichtbaar aanwezig bij de toegangswegen rond Groesbeek. Bijna iedereen werd gecontroleerd en mensen zonder doel werden verzocht te vertrekken. Het is die avond in Groesbeek gelukkig rustig gebleven. Zondagmiddag 31 januari moest een enkel dier het nog hoger opzoeken. En Free Nature begeleidde het naar een veilige plek. Vele wandelaars en fietsers kwamen, ook door het mooie weer, even een kijkje nemen op de dijk. Vermoedelijk zal aankomende week het water verder stijgen en misschien wel het peil van 2018 bereiken. Jawel, dames en heren, fijn dat u kijkt vanaf 31 januari en op 7 en 14 februari. Op de lokale Omroep Bergdal, een fonkelnieuw programma. Hier vanuit het Keulen van Gelderland. We gaan 3 weken ons klaarmaken voor de carnaval. Met aan de tafel verschillende gasten, carnavalwagensbouwers. We hebben de prinsessen en de prinsen. Bas Gijsbers doet kiek hey, kiek hey, gaat iedereen beoordelen op de kostuums. En Dini doet het weer. Dat en nog veel meer bij Groesbeek draait der. Omdat er voor de komende dagen hoogwater was voorspeld, zijn op dinsdag 26 januari door beheerder en vrijwilligers van Free Nature een aantal koninkpaarden en Galloway-runderen verplaatst naar een hoger gelegen gebied. Een veearts was aanwezig en controleerde gelijk de ingevangen dieren op eventuele drachtigheid. Zoals u ziet verliep alles in alle rust zonder enige vorm van stress. Voor de straat. Voor iedereen. Altijd en overal. Omroepbergendal.nl. Berg en Dal. Dit is een programma van Niek Veenstra en Vin Theuse. Dit is... Bergendal. Happy Hours. Welkom bij deze vierde uitzending van Happy Hours. En ook mijn compagnon Vin Theuse is er natuurlijk weer mooi bij. Mooi Frans, compagnon. Dit is Imani en Don't Be So Shy. We gaan beginnen.
werk er zo'n 1,5 jaar, denk ik. En ik deed eerst bij Focus op dinsdagavond, deed ik daar de techniek. Toen stopte het programma helaas en toen ben ik zeg maar mijn eigen programma begonnen. Het is een jongere programma met veel popmuziek, een beetje top 40 en popmuziek van alle jaren eigenlijk. En dat doe ik samen met Vin Theussen, die ook een programma hier heeft bij de Omroep. Niet alleen muziek, ik praat een beetje aan elkaar met wat vaste rubriekjes en zo. En dan dat is gewoon altijd heel gezellig. Ja, echt een radioprogramma, ja. Het was Happy Hours van vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En het laatste nummer van deze uitzending zal worden De Jeugd van Tegenwoordig met Sterrenstof. Blijf leuk. Terima kasih.